Ik wil jullie laten weten dat ik bij de Special Olympics in Zuid-Korea aan meedoen. Dat is de World Winter Games, speciaal voor mensen met verstandelijke beperking. Voor de eerste keer. Ik heb een paar keer al naar een ander land toe geweest. Eén keer naar Insel en één keer naar Innsbruck, naar Oostenrijk. Maar zoals dit, helemaal naar Zuid-Korea, dat is gewoon hartstikke geweldig. Ja. Dat is gewoon geweldig. Je maakt alleen maar veel meer kracht en zo. En veel meer, daar leer je juist eigenlijk de techniek. En als je dat niet leert, vooral met de balans niet, ja, dan kun je... Zo op de schaatsbaan kun je niet op een topsnelheid kun je daar voorhouden. Maar je moet eigenlijk de techniek en de basis is vaak de belangrijkste. En het is leuk om dit met z'n allen te doen, hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Vanaf mijn 13e skiele ik al. Doe ik skiele bij de skielerclub Eendracht in Friesveen. Ja, daar train ik 2 dagen in de week altijd en deed ik ook met wedstrijden zoals Stoudam en jubileumwedstrijden en zo, onderlinge wedstrijd. En zoals hoe ik zie ook altijd geen skielen en ja, dat ging hartstikke goed, hartstikke mooi. En toen dacht ik van, hey, schaatsen is er ook nog, waarom ga ik dat ook eens een keer doen? En ja, je ziet gewoon van door het skileren ben ik in één keer tot zover gekomen, ook met schaatsen. Ja. En hij zal straks in Korea ook nou ja, met het publiek moeten schaatsen, met lawaai moeten schaatsen, andere schaatsen die om hem heen lopen. En hij kan nu mooi even wennen aan hoe straks die drukte om hem heen is voordat hij straks een wedstrijd gaat schaatsen. Er zijn hier ook status bij, ook juryleden, scheidsrechters die je kunnen disqualificeren. Nou, dat zal hij straks in Korea ook allemaal meekrijgen. Dus nu kan hij nog een keer een fout maken, straks liever niet natuurlijk. Dus daar kan hij nou inderdaad even mee oefenen hoe die regels ook in zijn werk gaan. Als je op de baan komt, je moet eerst de baan even kennen. Dus je begint heel rustig op te bouwen, rustig op techniek. Kijk, dan ga je elke keer weer start verder. Je hebt op techniek geschaard, dan ga je weer verder. Ga je eens een keer op oefening, ga je een beetje op sprintwerk, startoefening en die zinnen. Ja, ik ga voor de medailles. daar ga ik als eerste voor. En ja, dit is gewoon mijn echte sterkste uitdaging waar ik meegemaakt heb. Dus daar kom ik echt tegenstanders tegen waar ik denk van, hé, dat wordt nu echt een partij voor mij. Ja, dat is voor mij alleen maar fantastisch.